Ja, we moeten gaan nadenken over de toekomst van de mobiliteit. Want ze gaan straks de beleving en het aangezicht van de stad bepalen. Misschien wel net zoals de auto en de draconische maatregelen, de draconische doorbraken in de jaren 60, die het beeld van de steden heel erg bepaald heeft destijds. Maar hoe moeten we ons die toekomst voorstellen? Nou, daarvoor hebben wij Rins Dijkstra uitgenodigd, architect en stedenbouwer bij Max Van en hoogleraar aan de TU Delft en voormalig rijksadviseur van infrastructuur en stad. En u adviseerde in die rol over de samenhang van stad en mobiliteit aan de minister destijds. Dat was vanaf 2012. In de aanloop van de voorbereiding van dit gesprek zei u al dat uw verhaal zeker voor discussie zou gaan zorgen. Dus waarschijnlijk heeft u straks allemaal vragen. Ik zou zeggen, laten we die heel even tot het einde straks bewaren. Dan kunnen we na de lezing van Rins Dijkstra nog verder spreken. Dan kan ik nu het woord aan u geven. Henriette, dank je wel. Je overvalt me een beetje door weer met u te beginnen. Ik werd toen ik hier net binnenliep ook al, was jij het? Of was de fotograaf jij ook al u? Misschien is dat een verschil nog tussen Rotterdam en Tilburg. Bij mij thuis zegt niemand meer u. En ik moet je eerlijk zeggen, ik moet jullie eerlijk zeggen, ik voel me daar ook wel gemakkelijk bij. Dus als we straks gaan praten, zeg dan je, dan kan ik me meer ontspannen. Jullie hebben eigenlijk niet mij uitgenodigd, maar haar, Ioana Ionescu. Het is een, ze kon er vanavond niet bij, ze is een hele kleine Roemeense met zwart haar en priemende ogen. En die mocht ik een half jaar geleden in dienst nemen. Toen ik zei, in Delft, in mijn plek als hoogleraar stedenbouw. Toen ik zei, we moeten als Delft, als we onszelf serieus willen blijven nemen, moeten we echt iets aan die zelfrijdende auto gaan doen. En zij is, ik kan bijna zeggen, dag in dag uit. Wij zijn met elkaar aan elkaar gekoppeld via Dropbox. Dat kennen jullie wel. Je deelt een folder ergens in de cloud. En ik kan dus zien, als iemand dan iets verandert aan je Dropbox-files, dan krijg je een berichtje rechtsboven in je scherm. Ioana Ionescu changed. En waar ik ook ben, wanneer ik er ook ben, dat kan zaterdagnacht om 2 uur zijn als ik met mijn hobby bezig ben, of om wat voor reden nog. Ik zie voortdurend, Ioana is bezig. 7 dagen per week, soms ben ik bang, 18 uur per dag. Zij is voor een groot deel verantwoordelijk voor het materiaal achter de lezing. En ik help haar zo af en toe door vragen te stellen en door samenhang aan te brengen. Maar ik vind het prettig om haar de eer te geven die er toekomt. En het is ook een mooi excuus voor mij. Zij is flink bezig geweest met die lezing nadat wij het skelet daarvan 2 maanden geleden hadden klaargezet. En heeft de boel zo door elkaar gegooid dat ik niet volledig bij ben. Dus er gaan dingen gebeuren die ook voor mij een verrassing zijn. En in die zin, de ontwikkelingen gaan zo snel dat elke presentatie weer een soort van première is, of een try-out eerder. Als ik even stamel, dan is het daarom. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb een persoonlijke geschiedenis met infrastructuur, met auto's, met alles wat met bewegen in en om de stad te maken heeft. Al mijn hele leven. Maar in 2002 gebeurde er iets bijzonders. Ik was met een Japanse studenten van me. Ik gaf toen les aan het Berlage Instituut. Shino Hashimoto was ik aan het praten en we kregen het over GPS. En ik zei toen tegen haar, ken je Moore's Law? De wet van Henry Moore? Volgens mij heet hij Henry Moore. Net als die beeldhouwer. Hij was de oprichter van Hewlett-Packard. Of een van de oprichters. En die heeft lang geleden, het precieze getal ben ik vergeten, maar volgens mij ergens in de 80 jaar gezegd, de hoeveelheid elektronische schakelingen die we op een chip kunnen plakken, gaat elke 18 maanden verdubbelen.
Nou, de mensen met wiskundige achtergrond onder jullie snappen dat hier sprake is van een exponentiële groei. En toen zei ik tegen haar, stel je nou voor dat hetzelfde gaat gebeuren met GPS. Want dat was toen net in flink in opkomst. En bijna niemand praatte toen over automatische auto's, maar er was al wel, GPS was al wel in de lucht. En toen zei ik, stel je nou voor dat GPS elke anderhalf jaar twee keer zo klein wordt, het apparaatje, twee keer zo goedkoop wordt en twee keer zo precies wordt. Dat zou betekenen dat wij over pakweg 20 jaar zou dit onze GPS-module zijn en zou zeg maar, dit de precisie zijn. Dat zou betekenen dat ik geen sloot op mijn deuren meer nodig heb, want als die hand met die ring in de buurt van de deurknop komt, dan weet hij dat ik het ben en dan kan hij open, dan kan ik mijn fiets gewoon los op straat laten staan, ik kan winkels in en uitlopen, ik hoef niet meer te betalen, nou, enzovoort. En zij zei toen, ik vind het wel leuk om te kijken wat het betekent voor de auto. En toen hebben we een artikel geschreven, dat heet Chip City. Dat hebben we toen zo geïllustreerd. Het is wel aardig om dit, dat doe ik dan helemaal aan het eind van de lezing, om dat even te vergelijken met een plaatje wat we recentelijk gemaakt hebben. Wat jullie hier zien, is het beeld van auto's die zich mengen met mensen zonder moeite. Er is geen gevoel van gevaar. Er is niet eens de noodzaak voor het trekken van strepen. Dit is, zou kunnen zeggen, de professionals noemen dit shared space. Dit is alomvattende, alomtegenwoordige shared space. En veel dieper dachten we toen niet na, daar lieten we het bij. Maar jullie snappen wel dat, ik vertel dit omdat het bij me gebleven is. En omdat dat voor mij een, dat heeft bij mij iets getriggerd wat maakt dat ik die automatische auto zo ongelooflijk fascinerend vind. En ik wil dat graag afzetten tegen een heel ander beeld van auto's in de stad en dat is hier in een Aziatisch filmpje heel erg mooi weergegeven. Necessities of life will come to you. They will come to you. Je zou kunnen zeggen, dit is precies het omgekeerde van van dat eerste plaatje. De auto die zo groot in aantal is en die zo nadrukkelijk is dat die al het andere uit de stad drukt. Dat er maar heel weinig ruimte overblijft voor iets anders dan, autorijden en auto's parkeren. De auto die ontzettend veel plek inneemt. En daar kom ik ook uitgebreid over te praten. Wij zitten hier. Als je praat met iemand die in de wereld van de automatische auto's zit. Ik ga vanaf nu het woord robocar gebruiken. Dat is de korte term die wij bedacht hebben om niet de hele tijd automatisch rijdende auto of driverless vehicle te moeten zeggen. Als je met iemand praat die in die wereld zit, in de technologische wereld en de autowereld van robocar, dan praten ze op deze manier. Auto's worden L0 genoemd als het ouderwetse auto's zijn. En dan heb je allerlei gradaties van ontwikkeling richting de robocar. En dat is deze, L5. En we zijn al heel eind op weg. We zitten op het ogenblik, L4 bestaat al. In Phoenix, Arizona, rijden auto's rond zonder bestuurders. Dus L5, iemand zei het al net, is in zekere zin ook al. De eerste testvarianten ervan zijn al op straat. En de grote vraag is natuurlijk, wat is precies die L5... die robocar, en wanneer gaat die gebeuren? En wat voor consequenties heeft die? Ik ga veel over dat idee van dat zelfrijdende praten. En voor ik daaraan begin wil ik één koppeling leggen die niet door veel mensen gemaakt wordt en die is echt heel erg belangrijk en dat vergt een beetje een omslag in het denken.
Dat is de koppeling van automatisch rijden van de robocar met gedeeld autorijden. Het auto's delen betekent dat het aantal auto's kan gaan afnemen. Daar zeg ik straks ook nog iets over. En de verwachting is, dat is zeg maar een eerste voorspelling die ik vanavond de zaal in gooi en die ik ondersteun. De verwachting is dat dat delen, dat is nu al begonnen, maar dat neemt maar heel langzaam toe. Dat gaat een beetje zoals met de elektrische auto. Iedereen snapt wel dat dat een prachtig concept is en dat dat waarde heeft, stiller en als je het goed doet, kost minder energie en schoner. Maar het tempo waarin die elektrische auto onze wereld binnendringt en het contingent fossiel over is ongelooflijk traag. Dat gebeurt met sharing eigenlijk ook. Dat is een belofte die alsmaar blijft hangen en die nog, als we in dit tempo verder, die nog jaren duurt voordat die eindelijk een paar procenten van het rijden zal overnemen. De verwachting is dat automatisch rijden een enorme boost gaat geven aan dat sharen. En daar kan ik niet tot in detail op ingaan, maar je moet je voorstellen dat je als een auto zeg maar gestuurd wordt door het aanbod wat binnenkomt via internet en weet waar aanvragen voor een ritje vandaan komen en weet waar het verkeer zich bevindt en weet hoe het stratenplan in elkaar zit en weet waar het een ongeluk gebeurd is, er kan die zelfrijdende gedeelde auto ongelooflijk slim mensen oppikken en afzetten, oppikken en afzetten en deelritjes maken en combinatieritjes. Je krijgt Uber in het kwadraat of misschien Uber tot de vierde macht. En dat kan allemaal gebeuren, ontwikkeld worden door, dat vraagt niet iemand die enorm diep moet nadenken over de techniek van auto's en rijden en stadsplattegrond, vraagt internetondernemers. Dit is zeg maar de Airbnb van het shared rijden. En de verwachting is dat een groot deel, je zou het zo kunnen zeggen, misschien is de belangrijkste verandering door automatisch rijden wel gedeeld rijden. Dat is wat ik jullie in de oren wil knopen. Dan is er een ander aspect. En Johanna die struint het internet af en die belt met andere onderzoeksgroepen en die leest alles wat los en vast zit. En die blijft mij vertellen, hoewel ik het eigenlijk niet kan geloven, Riens, er is één ding wat wij bedacht hebben of waar wij het steeds over hebben, waar ik nergens anders op de wereld iets over hoor. Dus misschien is dit een primeur in Nederland, dat is de eerste keer dat ik er in het openbaar over praat. En dat is dat die automatische auto, waarschijnlijk die robocar, zoals met alles, zoals met chocola. Je hebt chocola van 29 cent bij de Action en dan heb je repen van 2900 euro van wat voor exotische chocola, uit wat voor exotische, die range, dat heb je ook met auto's. Bij auto's houdt dat nu op bij pak een beetje 8.000-9.000 euro, dan zit je echt aan de onderkant van het hele simpele, goedkope autootje. Mijn verwachting is dat die robocar, die gaat die ondergrens enorm omlaag brengen. Ik stel me auto's voor, dat is de vraag of je nog auto's moet noemen, van 1.500, laten we zeggen de prijs van een hele dure fiets, of van een hele goedkope motorfiets, of een chique brommer. En dat is omdat heel veel van het gewicht en de kosten van de auto zitten in veiligheid, dat gaat de deur uit. Als die auto's, zoals op het plaatje met die GPS-gestuurde paarse dingetjes, weten van elkaar waar ze zijn en elkaar kunnen, botsen ze niet meer, botsen ze niet met mensen. Dus al de airbags, de bumpers, al het gewicht, al het materiaal, wat in het, dat kan allemaal uit. Er kan een hele simpele, kleine elektromotor, in ieder geval in de auto's, die in de stad rijden, die niet hard hoeven. Je kan besparen op ruimte binnenin, je kan compacte versies maken. Ik stel me voor, je ziet ze wel eens rijden, die gele bananen, die fietsen waar mensen in liggen. Nou, maak die stoel iets comfortabeler, maak er een doosje om wat iets ruimer is, zet er meer glas in, zorg dat mensen goed naar buiten kunnen kijken. Zet daar een kleine elektromotor in.
laat hij het werk doen. En je hebt voor. En ik denk. Jongens zoals mijn zoon van 18, die een hele groep vrienden heeft, die samen dingen. Weet je wat, laten we samen een kleine robocar kopen. En die delen we gewoon. En als jij hem wil hebben, dan zet je, komt hij naar je toe. En dat is iets wat kost ons een handvol euro per maand. Dus dat gaat. De idee hierachter is dat jullie moeten je voorstellen dat we het niet hebben over een verandering van de huidige auto, maar over een hele nieuwe auto. En een hele brede reeks van nieuwe types. Van nog steeds ongetwijfeld groot en duur en zwaar, hummerachtig zal ik maar zeggen, tot een beetje zoals dit. Telefoons die 1,5 kilo wogen en die onbetaalbaar waren, naar telefoons die 1 kilo wogen en die, heeft Johanna voor me uitgezocht, 3500 euro kosten, omgerekend in 83, naar iets wat nu iedereen heeft. En waar kinderen van, wanneer begint het, 19 jaar, misschien nog eerder, al mee rondlopen. Wat ook bijzonder is, is dat dit een auto is die voor iedereen is. Als je slechtziend bent, is rijden nu heel lastig, maar er is geen enkel bezwaar meer. Als je trage reactietijd hebt, is het een geweldig apparaat om grotere afstanden. Nee, je zou kunnen zeggen, ouderen kunnen zich weer over grotere afstanden verplaatsen, want die reactietijd die telt niet, de veiligheid telt niet, het routeplannen telt niet. Dus dit zegt, de auto is echt een service die je aan iedereen kan aanbieden. En er zijn veel minder beperkingen, veel minder grote afstand tussen mensen afzonderlijk en de auto, of groepen en de auto dan die nu is. Het gaat niet alleen om prijs, maar het gaat ook om hoe makkelijk je ermee om kan gaan. Die auto is safe, dat heb ik al genoemd. Een ontzettend belangrijk aspect is natuurlijk dat die auto gaat iets met tijd doen. En misschien is dat wel de andere grote verandering waar we over na moeten denken. Op het moment dat, en nu is het zo dat als je in de auto gaat zitten en je bent de bestuurder, ben je gewoon, ik geloof de gemiddelde commute in Nederland is iets van 40 minuten, dat vinden mensen nog acceptabel. Ben je 40 minuten kwijt. Je zit vast, nou ja, je kan muziek luisteren, je kan nog wat bellen als je durft, maar je zit met je handen vast aan het wiel, je zit met je gedachten voor driekwart, 80% vast aan de omgeving. Je bent 2 keer 3 kwartier kwijt in de Randstad, 1,5 uur van je tijd gewoon weg, omdat je dat grote apparaat moet bedienen. Op het moment dat die auto werkelijk zelfrijdend is, is de tijd vanaf het moment dat je instapt is van jou. Dan kan je beginnen met werken. Dat zegt mij zoiets als, dat betekent dat we de spits, als die er dan nog is, die kan je in lengte verdubbelen. Je kan het verkeer wat zich nu in een window van 2 uur propt, of in 1,5 uur, kan je over 4 uur uitspreiden. Je kan mensen afspraken laten maken met hun werkgever over later komen als ik eerder begin met mijn mails en met mijn lezen en met mijn. Maar je kan natuurlijk ook, je kan het ook zien als tijd om te slapen, je kan het zien als tijd om films te kijken, je kan het zien als tijd om te lezen, je kan het zien als tijd om een goed gesprek te hebben met iemand die je merkt. Alles behalve, alles wat je graag wil doen eigenlijk, in plaats van met je handen aan het wiel vastplakken. Die aandacht die de auto van de bestuurder opvraagt, die heeft eigenlijk toegeleid dat ik. Eigenlijk vanaf het moment dat ik rijksadviseur werd en ik dacht ik moet toch ook wat meer gaan gebruik maken van de andere vervoersmodi, wat meer trein en openbaar vervoer, wat meer fiets, want er wordt van mij verwacht dat ik er goed over mee kan praten, dus ik moet het echt beleven. Zodra ik dat ging doen, nou, binnen 2 maanden liet ik de auto staan, was ik verslingerd aan eigenlijk de trein en de OV-fiets. Want ik had de tijd weer terug en ik was er niet vanuit mezelf opgekomen. Zo vertrouwd, zo gewend was ik geraakt aan het ritueel van naar buiten stappen, auto in, warme stoel, mooie muziek. En dat ik 2 uur van mijn dag aan het verspillen was, dat drong pas tot me door toen iemand me min of meer verplichtte om openbaar vervoer te
gaan nemen. Nou kom ik bij een punt. Wat voor mij de belangrijkste boodschap is in relatie tot wat die Robocar zou kunnen zijn en wat die gaat betekenen. Als je nu kijkt naar, als je googelt op self-driving vehicle, of als je naar autoshows gaat en vraagt, wat is, mag ik er een zien? Dan krijg je dit soort dingen te zien. En je zou kunnen zeggen, oh, prachtige auto zeg, een beetje duur waarschijnlijk, maar ziet er wel mooi uit. En dat is een ander voorbeeld. En je krijgt heel veel van dit soort voorbeelden. En als je dan mensen vraagt, wat valt je nou op aan die, dan zeggen ze meestal, nou wat opvalt is dat die voorstoelen omgekeerd staan. Dat snap ik wel, want nu kan je praten met je kinderen of met je mensen, niet met je achterhoofd, maar face-to-face. En misschien zit er nog wel een stuur, maar dat heb je eigenlijk niet zo vaak meer nodig. Maar wat jullie eigenlijk zou moeten opvallen, is dat dit ding er precies zo uitziet als een normale conceptcar met een omgedraaide voorstoel. En hij is extra duur gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dat valt mij ook op. Dat die voorbeelden zijn altijd duurder in plaats van toegankelijker of bereikbaarder. En wat ook heel opvallend is, het grootste stuk glas is nog steeds de voorruit. Wat zie je door de voorruit? Het asfalt en de achterkant van je voorligger. Waar is in dit geval het mooie uitzicht? Ik zou zeggen aan de zijkant. Toen ik dit zag, dacht ik er. Ik geloof dit niet. Ik denk niet dat dit. Er zal een brede waaier van robocars komen, maar het gaat anders worden. Het gaat echt anders worden. Ik ben toen. Een deel van me is ook nog steeds. Ik ben opgeleid als architect en stedenbouwer. Ik heb dus dubbele studie gedaan. Als ontwerper vind ik het natuurlijk ook leuk om. Dus ik ben zelf gaan schetsen en voordat ik klaar was met schetsen, kwam Johanna alweer langs en zei, Riens, ik heb wat gevonden, wat vind je hiervan? En de eerste keer dat ik dit zag, dacht ik geloof het niet, waar gaat dit over? Dat kan natuurlijk nooit. En hoe langer ik dat plaatje boven mijn bureau heb hangen, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat ik denk dat dit veel meer lijkt op de robocar van zeg maar, over 30, 40 jaar dan dat plaatje hiervoor. Dit is een dingetje, dit is een simpele doos. Dit is goedkoop te maken, dus dit is een massaproduct, goed toegankelijk voor veel meer mensen. Dit heeft de motor hier en hier zitten, of in de wielen, dat kan ook. Elektromotor in de wielen. Er is geen stuur nodig, er is geen complexe as nodig, want die elektromagneten motoren in de wielen, die, als de een wat harder draait dan de andere, ga je ook de bocht om. Met slimme sensortechniek kan je ook van een hobbelige weg nog een redelijk gladde rit maken. De motor heeft inderdaad niet veel meer ruimte nodig dan dit en dat. Daar zit ook de elektronica in, die zorgt dat je weet waar je bent en dat je niet botst. En wat je overhoudt, is een vlakke vloer waarop je kan doen wat je wil. Ik weet niet zeker of het nou mijn droom van de robocar is of wat mensen werkelijk gaan doen, maar ik denk dat dit veel aantrekkelijker is. Je koopt een lege doos met een paar paardenkrachten en een slimme elektronica en daar ga je mee aan de slag. Jullie snappen allemaal dat dit, het duurste aan dit ontwerp is het glas. En dat glas geeft je geweldig uitzicht. Mensen die graag van de omgeving genieten, die maar langs de rand van de stad willen rijden om de weiland in te is dit natuurlijk super. Als dat te duur is, dan vraag je een dichte versie met kleine ramen. Dat kan natuurlijk ook. Ik kan me zelfs voorstellen, het is bijna bouwpakketachtig. Dit is het werk van Johanna om erachter te komen wanneer het gaat gebeuren. De beste manier om erachter te komen is te kijken, wat vindt iedereen? Dus zij heeft gekeken naar de auto-industrie, naar de bedrijven die shuttle services doen, Uber en Waymo en de taxibedrijven. Dus dit is de onderzoekswereld, dit is wat de landen en staten doen op bestuurlijk gebied. Dit is wat de steden zeggen, dat is wat
de politieke programma's zeggen. En als je dat samenvat, ja, dan kom je eigenlijk ongeveer hier uit. Wij zitten hier, je ziet dat we zijn aan het einde van de testfase, dingen beginnen op de markt te komen. En verschillende, die hele reeks van instituten, die is bezig met, de een na de ander gaan ze om. En zeggen ze, nou ja, nu, 10 jaar geleden nog zeiden we, dit wordt niks. 5 jaar geleden zeiden we nog, technologisch kan het, maar juridisch is het veel te ingewikkeld. Nu zeggen steeds meer, dit gaat gewoon gebeuren. En we moeten zorgen dat de wetgeving en dat de verzekering en dat de acceptatie meegaat, want er is eigenlijk geen ontkomen aan. Een andere manier om dat allemaal bij elkaar op te tellen is zoiets als dit. Je zou kunnen zeggen, dit is onze ruwe schatting. In 2025 komt L5 echt op de markt, niet meer als test, maar als gebruiksvoorwerp kunnen mensen het kopen. Dan heb je een zachte aanloop zoals bij de elektrische auto en andere technologie. Maar dan zal er toch snel een moment komen van vertrouwen. Men ziet dat het goed gaat en we verwachten een soort vrij vlotte overgang in het tempo waarin mensen mensen hun auto verversen, zeg maar. En dat leidt dan tot, nou ja, zeg het maar, in dit geval is ruim de meerderheid van de auto's is een robocar voorbij 2050, maar het zou ook kunnen zijn dat het in 2040 al bereikt wordt. Dus dat het eigenlijk best dichtbij is. Ik denk dat dit niet meer gaat gebeuren, dat er komt iets op en het slaat niet aan. Ik zit er nu zo diep in, ik geef het toe dat ik daar niet meer mee overweg kan. Maar ergens tussen heel snel en langzaam en... Dus tot nu toe is mijn boodschap, gaat het gebeuren? Absoluut. Nou, daar was de zaal het eigenlijk ook al over eens. Ik heb ook 95% handen gezien. Wanneer gaat het gebeuren? Het begint al heel snel en ik denk dat we rond 2040 al met meer dan de helft zelfrijdende auto's zitten. En het maakt mij ook niet zoveel uit of het langzaam gaat of snel. Het gaat vooral over de vraag, wat voor effecten zal het hebben? En de boodschap is, het gaat jouw manier van, je indeling van tijd heel erg veranderen. Het gaat je manier van rijden natuurlijk. Vooral rijden is geen verloren tijd, is geen moedje meer, maar is iets wat je bijna als een momentje voor jezelf zou kunnen gaan beschouwen. Het wordt heel erg toegankelijk, niet alleen voor mensen met rijbewijzen vanaf 18 tot 75, maar ook daarbuiten. Ook voor mensen die het nu niet, voor wie het nu niet toegankelijk is. En het wordt ook toegankelijk omdat er hele goedkope varianten van op de straat komen. Dan is een belangrijke vraag, hoe gaan we hiermee om? Wat gaan we ermee doen? En de belangrijke boodschap hier is de volgende. Ik probeer twee dingen tegenover elkaar te zetten. Het ene is, wat bepaalt nu de manier waarop de robocar eruit ziet en wat die kan en waar het meeste aandacht aan besteed wordt en wat dan de volgende gimmick is die we kunnen tegemoet zien. En de andere vraag is, wat zouden we willen dat die robocar, waar zouden we willen dat die ons mee helpt? En wat heel erg opvallend is, dat is hier te zien in een diagram wat Johanna heeft verzameld. Dit is zeg maar als je een overzicht maakt van waar er nu op gezocht wordt. Een soort van mindmap van het internet op de zoektermen. Het is allemaal technologie. Het is allemaal technische dingen zijn dominant in discussie. Het is allemaal Google bepaalt wat er gebeurt, Apple bepaalt wat er gebeurt. Een paar grote autobedrijven die onderzoeken, bepalen, die maken die auto die eruit ziet als een te dure futuristische versie van de huidige auto. En niemand vraagt zich af wat die robocar zou kunnen doen om te helpen met stedelijke vraagstukken.
met inrichtingsvraagstukken. En dat interesseert ons als stedenbouwers natuurlijk wel heel erg. En we hebben in Delft hebben we een soort lijstje van 6 grote onderzoeksonderwerpen. Wij zeggen, dit zijn de vragen waar je nu, als je onderzoek wilt doen, stedelijke vraagstukken waar je aandacht aan moet besteden. De groei van de steden. Iedereen weet dat, hè, zelfs in Nederland stromen mensen op de steden af. De prijzen in Amsterdam reizen de pan uit. Vervolgens reizen de prijzen in Rotterdam de pan uit. Die groei die heeft een grote relatie met vraagstukken van gelijkheid. Mensen met weinig geld die worden langzamerhand de stad uitgedrukt. Sommige mensen trekken hun schouders daarover op. Andere mensen weten dat als je te grote scheiding doorvoert, als je monotonie krijgt, zeg maar, het is bijna als een biologisch gegeven, dat de weerbaarheid van een stad, van een economie, van gemeenschappen daardoor afneemt. Gezondheid is natuurlijk een belangrijk vraagstuk. Denk aan gewichtsvraagstukken. Klimaatverandering is een groot vraagstuk. Duurzaamheid in brede zin is een groot vraagstuk. En automatisering en wat dat betekent is een groot vraagstuk. Dus wat wij ons proberen af te vragen is er een manier om de discussie weg te halen van die techniek? En hoe hard zou die auto dan kunnen rijden? En hoe snel kan die dan stoppen? En wanneer kan die in zijn eentje de rit van Rotterdam naar Amsterdam of de snelweg maken? Kunnen we dat en kunnen we het meer over die vraagstukken gaan hebben? Dus over veranderingen die we in de stad zouden willen. Daar wil ik in het... Daar wil ik in het tweede deel van mijn lezing iets over zeggen. Hier is heel kort nog iets te zien over, om het er even goed in te prenten, zeg maar, een vrij heftige beelden van elk van die grote stedelijke vraagstukken. Deze is wel grappig, dit is een tango-klasje in Beijing op een plein op een slechte dag. En als ik die 6 onderzoeksvraagstukken leg naast de grote ambities van verschillende typen bestuur, dan kom je ze overal tegen. Amsterdam vindt dat dit belangrijke dingen zijn, New York vindt dit belangrijk, de UN vindt dit belangrijk, Europa vindt dit belangrijk. Het zijn allemaal vraagstukken die hoog op de agenda staan. De vanzelfsprekende volgende stap is dan te zeggen, als dit de vraagstukken zijn die hoog op de agenda zijn, welke dingen kunnen we dan aangrijpen om daarbij te helpen? En dan moet je ook langsgaan bij de grote technologische ontwikkelingen en over VR zeggen, hoe kan ons dat helpen? Over de robocar zeggen, hoe kan ons dat helpen? En er is een beroemd boek verschenen, het heet If Mayors Rule the World, en dat suggereert dat burgemeesters op het ogenblik belangrijker machthebbers zijn dan nazistaten en presidenten. Als je aan Trump denkt, denk je godzijdank. Maar ik heb nog geen burgemeester op horen staan met de mededeling, ik ga met Google praten, want ik heb een paar dingen van ze te wensen. Het probleem is niet hoe hard kan het en hoe duur kan het en hoe kan ik die stoel omdraaien. Het probleem is, kan het me helpen bij mijn vraagstukken die met groei, met automatisering, met gezondheid enzovoort te maken hebben. Nou, wij proberen te kijken waar die overlap zit. De automatische auto die kan een paar dingen. Daar heb ik net iets over laten zien. Die rijdt vanzelf. Die is een enorme boost onder het idee van shared rijden. Die parkeert zichzelf. En die heeft een eigen breintje, zou je kunnen zeggen. Die wordt gestuurd door, niet alleen maar door jou, maar ook door, er zijn andere mensen die helpen. En dat betekent dat tijd wordt herontworpen of vrijgemaakt, dat de ruimte kan worden herontworpen en dat allerlei verlangens op het gebied van duurzaamheid kunnen worden ondersteund. Zelf rijden, vroeger zag het er zo uit. De New Yorker is wat mij betreft met deze cover zijn tijd ver vooruit geweest. Dat zelfrijden betekent dat je een apparaatje krijgt. Dit is een andere
mooie variant van de simpele doos die dingen voor je doet. Die kan je kinderen naar school brengen en halen, als het nog nodig is. Die kan zichzelf naar de garage rijden, die kan boodschappen oppikken en afleveren. Die kan een werkplek zijn die je deelt met iemand die tijdens onder werktijd of na werktijd naar een andere plek rijdt. Als je iemand anders, dit kunnen twee mensen van een bedrijf zijn die over een half uur een presentatie hebben of een gesprek met collega's ergens anders. En die onderweg hun presentatie voorbereiden, lunchen, even pauze nemen. Dat kan een ding zijn wat zonder dat er mensen instappen een verhuizing regelt of goederen verplaatst. Dat kan iemand zijn die nog een student die nog geen kamer heeft en die zo lang aan de rand van de stad. Dat kan een druk bezette ondernemer zijn die onderweg ook wat werkt en loopt terwijl zijn auto rijdt de andere kant op. Dat kan leiden tot een hele nieuwe soort van werkplekken in de stad. Als ik moet nu altijd afspreken, kom ik als ik voor mijn werk een afspraak ga, kom ik bij jou of kom jij bij mij? Maar je kan ook zeggen, we spreken halverwege af, we koppelen onze wagentjes aan elkaar en we hebben een aardige werkplek van 4x4 meter. En daar horen allerlei, en dit is een van de beste samenvattingen die ik tot nu toe gevonden heb, er horen allerlei soorten van diensten bij. Dus hier wordt een kleine hotelkamer, daar zien we een laboratorium, een pizza delivery. Winkels kunnen op deze manier gaan werken. Het is allemaal vrij rooskleurig, maar het gaat om de mogelijkheid om je gedachten te verzetten en een heel ander type van inhoud van die doos en van die auto voor te stellen. Dit is eigenlijk de aardigste variant. Dit is een markt die spullen ophaalt die mensen maken en die daarmee naar de maandelijkse markt rijden. En je helpen zeg maar je online winkel te versterken met een soort lokale, plaatselijke winkel. Waar mensen spullen echt in hun handen kunnen nemen. Wat ook kan gebeuren, ik tot nu toe heb ik vooral zeg maar het opwindende, innovatieve, rooskleurige beeld geschetst. Er zijn natuurlijk ook een paar grote dreigingen. Een van de dreigingen die voorspelbaar is, die door een aantal van de onderzoekers ook genoemd worden, is dat als je tijd in de file, geen tijd in de file, de file is er niet meer en de tijd in je auto is geen verloren tijd, dan wordt het best aantrekkelijk om te zeggen, ik ga weer buiten de stad wonen. Meer ruimte, meer groen om me heen, meer frisse lucht, makkelijker met de hond wandelen. En ik ben 's ochtends een uur aan het rijden, maar dat is gewoon mijn werktijd. En 's avonds een uur terug, maar dat is gewoon, dan doe ik een dutje of dan. Dus er zijn, de meningen verschillen enorm, maar er is een groep, met name in het verkeersonderzoek, wordt hier heftig over gedeeld, die zegt sprawl, suburbane ontwikkeling, gaat een enorme boost krijgen. In landen met een overmaat aan ruimte kan je nog zeggen, is dat tot daaraan toe? Zeker als het geen grote milieudreiging meer is. In een land als Nederland zou ik zeggen, maak ik me wel zorgen. Wat mij betreft is dit een goede reden om aan de overheid te vragen, ga je toch maar wat meer met ruimtelijke ordening bezighouden. Dit is niet iets wat je aan de mensen zelf kan vragen. Hier heb je een vorm van nadenken over langere termijnen en over grotere systemen voor nodig. Over het sharen heb ik al wat gehad. Wat er zou kunnen gebeuren, dit ligt best voor de hand. Die zwarte bal is ritten gemaakt met eigen auto's. De roze bel is ritten gemaakt met publiek vervoer.
Er is al een soort overlap ontstaan, zeg maar, dat is het terrein van de taxis en de Ubers. Iets wat eruit ziet als een persoonlijke auto, maar het is, wordt geleverd als dienst. Wat heel voorspelbaar is, is dat in elkaar gaat schuiven. En dat, dat hele grote gebied aan overlap, dat is dat gedeeld rijden wat zo ontzettend veel auto's van de weg af gaat halen. Dat leidt zelfs tot de vraag bij sommigen, zal public transport, openbaar vervoer zoals we het nu kennen, zal het niet gaan verdwijnen? En ik kan me voorstellen dat, dat je een soort schifting krijgt tussen het verkeer over grote afstanden tussen zeg maar, de grote stedelijke kernen, dus in Nederland ritten tussen de grote steden, waar nog wel een soort snelle bus, zelfrijdend natuurlijk, wellicht nog treinen tot op zekere hoogte, of een nieuwe vorm daarvan bestaat, maar waarbij in de stad eigenlijk het hele idee van een grotere bus passé is. Het is log, vraagt grote oppervlakte, asfalt en parkeren en draaicirkels, het maakt alles een stuk ingewikkelder. En als je het met kleine busjes en 4- en 6-zitters kan doen, en je wordt nog meer on-demand bediend dan je nu wordt, dan is het heel erg voor de hand liggend dat, dat in de stad de grote vormen van openbaar gaan verdwijnen. Ja, maar dat laat ik hier eigenlijk ook zien. Het privébezit is een stuk kleiner geworden. Ik kan me toch voorstellen dat, dat er een bepaalde groep mensen is, zeker in de transitiefase, die zeggen, ik wil mijn eigen auto hebben. Ik wil niet zitten op een plek waar iemand anders net gezeten heeft. Ik wil niet dat ik de schillen of de... Die echt staan op een soort van super privacy en die het ook kunnen betalen. En die dan zeggen, ik betaal ervoor, ik heb mijn eigen... Maar dat zal een kleiner aantal worden en dat kan... Laten we daar zo over verder gaan, want dan, ik nader het einde en dan heb ik alles de revue laten passeren. In dit beeld in ieder geval zit er een heel groot midden, dat noemen wij MaaS, Mobility as a Service. Dat is zeg maar die nieuwe vorm van, het is niet super publiek, het is niet volledig privé, het is een soort mengvorm. En daar zitten de Ubers en de Waymo's en allerlei nieuwe diensten. We denken echt dat er een hele grote serie van nieuwe ideeën zal ontstaan. Nog twee dingen. Parkeren gaat verdwijnen. Dit vonden we in 2003 al heel opwindend. Dat filmpje doet het nu niet, maar je ziet die man die laat demonstratief zijn handen los. Hij zit te glimmen, die auto parkeert zichzelf. Nou, stel je de... Oh, daar gaat hij. Nou ja, jullie kennen het. Het is grappig om te zien hoe triomfantelijk ze zijn over dit simpele... Enzovoort. Maar er gaan twee dingen gebeuren. Je krijgt die robocar die elke robocar in deelvorm gaat 6 normale auto's vervangen. Sommigen zeggen zelfs gaan 12 normale auto's vervangen. Dat betekent dat, stel het is 10. 1 gedeelde auto die goed gebruikt wordt. Dat kan gedeeld zijn in een dienst die wordt aangeboden, maar dat kunnen ook 10 mensen uit de straat zijn die zeggen, laten we samen een deelauto kopen. Bespaart dus 9 parkeerplaatsen. Als je 10% van alle auto's, als 10% van alle auto's deelauto's zouden zijn en die zouden allemaal die 6 tot 12 andere auto's overbodig maken, dan heb je al 50%, ben je al 50% van je auto's en je parkeerplaatsen kwijt. Dus daarom besteed ik zoveel aandacht in het begin aan het idee van zelfrijden zou delen kunnen stimuleren, want het zou kunnen leiden op korte termijn al, als het aanslaat en die diensten de markt komen, dat mensen gewoon kiezen voor delen in plaats van voor een eigen bezit. En al heel snel, dat werkt heel snel, al heel snel is een groot aantal auto's en dus parkeerplaatsen verdwenen. Wij vinden die 50% interessant, omdat ik denk, als je 50% van de auto's uit de straat weg mag halen, mag je dus meestal in Nederland staan ze aan allebei de kanten, kan je 1 kant vrijmaken. Daar kan meer ruimte komen voor fietsen, daar kan meer ruimte komen voor groen, daar kunnen bomen geplaatst worden, daar kan wateropvang gerealiseerd worden. Dat is echt, daar kan iets voor de buurt gebeuren, dat is echt een flinke stap
in een andere richting. Auto's kan je stapelen in de stad of kan je stapelen ver weg. Hier ga ik niet te lang op in, maar er is ook een interessant debat tussen verkeerskundigen. De verkeerskundigen zeggen, die werken met simpele modellen, die gaan over de kosten van een kilometer rijden en de kosten van een parkeren en de kosten van een stuk land waar je een parkeergarage bouwt. Die modellen voorspellen parkeergarages ver buiten de stad. Ik vermoed omdat die parkeergarage te betalen is en die in de stad een stuk duurder is. Gewoon grondpolitiek. Die auto ver buiten de stad gaat leiden tot wat ze zombiecars noemen. Heel veel ritten van auto's waar niks meer in. De rit van de auto op weg naar de parkeerplek als het werk gedaan is. En 's ochtends de lege rit terug om de eerste rit op te halen. Sommige verkeersberekeningen die lopen vast omdat er zoveel zombieauto's zijn dat alle besparingen weer teniet gedaan wordt. Ik ben wel heel benieuwd, daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen, aan de mogelijkheid van van kleine compacte garages die je in de buurt van je woning bouwt. Je kan je een wijk voorstellen die investeert op een of andere manier. Ik heb nog geen idee hoe een vorm van gedeeld funding of tax of belastingbestel, noem maar op. Kleine compacte garages waar je auto naartoe rijdt als jij geparkeerd bent. Die helft van de auto's die er dan nog in die straat staan, die rijden als ze je hebben afgezet een paar minuten lang met het tempo van een fiets, want harder hoeft niet, is niet gevaarlijk. Zouden ze nu al kunnen naar die kleine compacte garage en 's ochtends komt hij weer als je hem nodig hebt. Google die doet allerlei interessante dingen met die auto, maar heeft nog geen programma om een korte, langzame rit van huis naar een parkeergarage op minder dan 5 minuten rijden, om dat goed te laten lukken. Dat is voor mij een goed beeld van wat ze over het hoofd zien. Als ze daar aandacht aan zouden kunnen besteden, zou er een grote verandering in de stad kunnen plaatsvinden op korte termijn. Ze zouden in ieder geval de onderzoeken en de eerste pilots kunnen uitvoeren. En die zouden kunnen leiden tot je kan een straat met vrijwilligers vinden die daar aan mee willen doen. Dat zou kunnen leiden tot een straat die volledig opnieuw kan worden ingericht. Als je 1 richting verkeer maakt in plaats van 2 en je haalt 2 strook, kan je 6 tot 10 meter ruimte besparen. Wij hebben dat gedaan voor gekeken wat dat betekent op een plek in Rijswijk. Ik ga daar nu niet. De tijd ontbreekt me om op in te gaan. Dat gaat heel om te snappen hoeveel wat voor effecten er optreden, hoeveel asfalt en hoeveel parkeren er is, hoeveel ruimte dat inneemt en hoe je dat zou kunnen ombouwen. Het belangrijke verschil is zeg maar het beeld van een mooie single in een best wel chique buurt die nu zo gebruikt wordt. Helemaal vol met parkeren aan 2 kanten die omgebouwd zou kunnen worden naar zoiets als dit. In 3D of in een collage is het nog indrukwekkender. Het fietsen is nu apart, want dat is kennelijk te eng op de rijbaan. Gaat terug naar de rijbaan. Al die ruimte van het fietspad komt vrij. 1/2 van de auto's verdwijnt en je hebt een strip groen en allerlei mogelijkheden die je daaraan van kan koppelen. En als je de andere kant ook durft aan te bakken, dan woon je weer aan het water in plaats van voor 2 rijen geparkeerde auto's. En dit is hetzelfde beeld en hetzelfde beeld. Het is niet ondenkbaar dat dat gaat gebeuren. In Oslo, hebben we kort geleden ontdekt, ik wist dat nog niet, is er in een aantal buurten als een soort van vooruitdenken over dit soort veranderingen, is er gewoon gekozen voor een geconcentreerde parkeeroplossing. Zijn mensen gevraagd om hun auto's verzameld te parkeren. En zijn straten al omgeruild van wat je links ziet naar wat je rechts ziet. In België zijn, en in Utrecht geloof ik ook, zijn er interessante experimenten uitgevoerd. Waar mensen een paar maanden lang hun straat vrij maakten van auto's om te kijken wat er dan gebeurde. Tot slot, nog een ander belangrijk deel. En dat is iets wat mensen ook niet sterk op het netvlies hebben als ze over zelfrijden denken. Er was een tijd waarin we zo over de toekomst nadachten. Dat,
dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen, maar er was een soort sfeer waarin alles wat nieuw was en naar toekomst rook, verbonden was met technologie en waarin het, hoe meer je dat liet zien, hoe opwindender het was. In ieder geval voor een deel van de profession, van mijn vakgenoten van die tijd, die vonden dit heel opwindend. Maar de werkelijkheid, hè, dit noemen wij de toekomst van vroeger, de werkelijke toekomst, die praat volgens mij over het verdwijnen van heel veel regels en heel veel borden en heel veel beleidingen en heel veel verkeersmeubilair, over het simpeler worden van het verkeer en over het vrijkomen van straten, over een slimme begeleiding van het rijden een begeleiding die direct reageert. Als er ergens een ongeluk gebeurt, hoef jij het niet te weten. Je auto weet het wel en je wordt omgeleid. Als wijken pleiten voor 20 km per uur in de straat, dan weet je auto dat en rem je langzaam af op het moment dat je daar binnenkomt. In Barcelona doen ze dat al. Zijn ze bezig met een plan om buurten vrij te maken en het verkeer te sturen langs hoofdaders. Dat kan met, als een stad daartoe besluit, hoeft dat straks met robocars, hoeft dat niet meer fysiek gemaakt te worden, maar kan het gebeuren door aan het stuurprogramma van je auto te sleutelen. Straten kunnen vrijkomen, de inrichting kan heel erg veranderen. En mijn verandering op basis van het onderzoek wat we gedaan hebben, dit is een beeld van wat er zich in mijn hersens heeft afgespeeld tussen 2002, toen we er voor de eerste keer aan dachten, en 2017, toen we door de gemeente Rotterdam gevraagd werden om een soort van serieus opwindend toekomstbeeld te schetsen, is dit. Dus dit gaat nog over techniek en dit gaat over de stad. Dank jullie wel. Ik heb wel een vraag. Je gaf aan van nou in Delft hebben we 6 onderzoeksthema's. Mm-hmm. En daarna gaf je aan hoe die zeg maar terugkomen. Maar ik mis het thema gezondheid in zeg maar de toekomst van die robocars. Daar heb je eigenlijk niks over gezegd volgens mij. Het stond in het rijtje. Ja, maar in het verhaal daarna heb ik er niks over gehoord. Nee, dat klopt. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Dat is, daar zitten twee kanten aan. En dan kom je eigenlijk direct weer op de vraag, ga je het laten gebeuren? Dus leunen we achterover om te zien wat die auto gaat worden en wat voor activiteiten we dan gaan ontplooien of niet? Of gaan we proberen om in het besef van wat het kan, eigenschappen mee te geven, afspraken te maken die leiden tot een wat meest positieve uitkomst. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar om een voorbeeld te geven. In mijn ogen zou een van de mooiste stappen vooruit op het gebied van gezondheid zijn kinderen naar school laten lopen. Dat zou op allerlei fronten waardevol zijn voor kinderen. En ik snap dat veel ouders, ik hoor er zelf voor een deel ook toe, dat het voor veel ouders lastig is om die stap te zetten, om aan hun kinderen te vragen, ga maar zelf naar school, vanaf het moment dat ze dat zouden kunnen. Omdat verkeer als een serieuze bedreiging gezien wordt en het vaak ook is. Je zou kunnen zeggen, laten we ervoor zorgen dat in de omgeving van scholen, in de ochtend, in ieder geval de eerste kilometer, dat auto's die dat gebied binnenrijden niet harder gaan dan, noem maar wat op, 15 of 20 km per uur. Gedurende de periode dat de school in en uit gaat. We laten ze de auto's zo langzaam rijden dat ze voor kinderen geen enkele bedreiging zijn.
Als je dat actief aanpakt, hè, ondertussen zijn de auto's van straat verdwenen, kan je het lopen over de stoep aangenamer maken, kan je de speelplek, je kan de fantasie voor een groot deel zelf invullen. Kan je het naar school gaan en weer teruggaan beginnen en langzamerhand over langere afstanden uitbreiden. Het zou geweldig zijn als kinderen leren om 's ochtends een kwartiertje te lopen. Dat zou goed zijn voor de gezondheid, dat zou een waardering geven van het bewegen en van de buitenlucht en van het plezier en de gezondheid van bewegen. Het zou echt een flinke stap vooruit zijn in het gezond leven in de stad. Aan de andere kant maakt de robocar natuurlijk ook mogelijk om iedereen op de voordeur op de stoep te laten oppikken en het ritje met een goedkope rit te laten maken. Dus als je er niks aan doet, dan weet ik niet welke kant het op doorslaat. En nu is de vraag, zou het interessant zijn om te kijken of je, als je wil kiezen, als serieus wil kiezen voor gezondheid, of je niet wat afspraken moet maken met de kaartenmakers, de mensen die over de snelheidsbeheersing gaan, want dat gaat er allemaal komen. Zou het niet interessant zijn om daar eens een keer een pilot over op te starten, zodra de technologie zover is, om in ieder geval ervoor te zorgen dat we de keuze voor het een of het ander bewust maken en niet de techniek ons niet laten overvallen met een uitkomst die ons niet bevalt. Maar om ervoor te zorgen dat we een richting kiezen die op allerlei manieren waardevol is. Snap je wat ik... Ik heb hier achterin een vraag. Staan? Ja, dank voor een zeer inspirerend verhaal. Prachtige beelden en ik denk dat het ook die kant op gaat en moet gaan. Maar wat ik nog niet gehoord heb, ik denk dat er eigenlijk een noodtoestand aankomt als je nu al zegt dat het binnen een paar jaar al zover gaat zijn en dan de tipping point kan het opeens heel snel gaan. Dan gaan echt miljoenen mensen hun baan kwijtraken. Chauffeurs, taxichauffeurs, rijschoolhouders. Dus in één keer, in een paar jaar tijd, krijg je een enorme sociale crisis daar. En moet daar dan niet nu al bijvoorbeeld door de overheid en mannenmacht over nagedacht worden hoe je daarmee omgaat. Als je al ziet wat voor spanningen er nu met Trump zijn, met de kolenmijnen, laat staan als dit gaat gebeuren. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik weet het niet. Er zijn zoveel onderwerpen die, zoveel vakgebieden die langskomen als ik dit doe, dat ik moeite heb om bij te blijven, zal ik maar zeggen. En ik heb meningen die gaan al een stuk verder en suggesties gaan al een stuk verder dan waar ik me als ruimtelijk professional mee bezig zou moeten houden. Dit is echt te ver van mijn bed. Dus dit is een sociale en arbeidskwestie die overigens niet wordt ingeleid door de robocar, maar die al lang ingeleid is door de voortgaande automatisering. Dit is natuurlijk al 40 jaar aan de gang. Ik geloof ook niet, je schetst een doembeeld van een plotseling op de markt komen van miljoenen van banen, alsof dat een groot verschil is ten opzichte van wat we nu meemaken. Dit is gewoon meer van hetzelfde. Het zal in een langzaam tempo gaan, maar dit gebeurt ook in de gezondheidszorg. Dit gebeurt natuurlijk al lang in alle maakindustrieën. Dit is het globale vraagstuk van de afgelopen halve eeuw en de komende halve eeuw. Ik kom niet verder, ik heb het stuk van Keynes gelezen, want die was de eerste die hiermee begon. Die stelde, geloof ik, in 1922, de econoom Keynes, de vraag, wat zou er gebeuren als mensen nog maar 2 dagen per week werkten? Dat is een stuk wat heel erg over de vrije tijdsindustrie gaat, in eerste instantie, en dan over zinvol leven. Want we veronderstellen dat dit allemaal gebeurt op een economisch efficiënte manier. Dus, wat het eigenlijk doet, al die in hele brede zin in mijn ogen, maar nu, je praat nu met een dilettant. Wat het doet is, het verdient geld voor ons en dat geeft ons de mogelijkheid om te ontspannen en eigenlijk te doen wat we prettig vinden. Want we hebben niet meer dan 2/5 van onze week nodig om onszelf economisch overeind te houden. Dus misschien moet ik de vraag terug aan jou stellen. Wat zou je willen doen als je in zo'n omstandigheid terechtkomt? Voel je je dan gelukkig omdat je de hele dag... Nou, ik zelf wel met mijn soort werk, maar ik denk als jij straks geen baan meer hebt om dat soort dingen te veroorloven, denk toch ook,
misschien dat je, ook gezien wat je al liet zien, die plaatjes, dat natuurlijk het gaat de hele tijd duren voordat het helemaal is doorgedrongen. Maar ik denk toch op een gegeven moment als je een kritische massa gaat bereiken, dat dan een hele hoop ondernemingen kunnen zeggen, nou gaan wij ook over op die autonome auto's, het scheelt al die chauffeurs. Dan kan het dus wel opeens in deze specifieke technologie heel snel gaan, denk ik. Maar daar ben jij de expert in. Dus, ja. Okay, ik geloof Nederland is het land met de meeste vrije tijd ter wereld. Dat was in ieder geval een jaar of 10 geleden zo, toen wij een opdracht deden voor de haven van Rotterdam. Als je de gemiddelde arbeidstijd per werkzaam lid van de bevolking bekijkt, dan stonden wij bovenaan. We hadden het meeste vrije tijd van allemaal. En ik denk dat die trend zet zich verder door. Toen was het gemiddeld, 32 uur per week en straks is het 28 en dan is het 24. En dat is iets waar we langzaam aan wennen. Ik denk dat mijn kinderen er al aan wennen. Er is vooruitgang of ontwikkeling op allerlei maatschappelijke aspecten natuurlijk. Hier is nog een vraag, als het goed is. Ja, ik heb er twee. Bedankt voor uw uiteenzetting. Ik hoop inderdaad dat het morgen waar is. Dus wat dat betreft mijn wens ook. Ik ben alleen bang voor twee dingen. Ten eerste denk ik dat de zwakke schakel in het verhaal wij zelf zijn, de mens. Als je ziet dat er afgelopen jaar weer een record aantal nieuwe auto's verkocht is. En als je de auto's die in het buitenland verkocht zijn en in Nederland geïmporteerd zijn, dan dat zijn er ruim 200.000, dat zult je ongetwijfeld ook weten, dan is dat mega, die stijging. En die gaan er gemiddeld toch minimaal maar 10 jaar mee. Dus uw idee over in 2025 zijn we al zover, dat waag ik enigszins te betwijfelen. Ik hoop van wel, maar ik ben er bang voor. Ja. Maar ik ben bang dat de mensen de zwakke schakel in dit verhaal is. Want die valt niet te sturen namelijk. En de tweede is, en dat maakt me eigenlijk het meest ongerust over, de macht bij de Googles en de Amazons en de Apples en dat soort concerns. Ja. Die macht wordt volgens mij ook wellicht al door u gedeeld. Ik hoor dat ook van collega's van u. Want daar zit natuurlijk wel een probleem. Als die niet meegaan in deze ontwikkeling, dan blijft het natuurlijk een luchtkasteel. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kan je nog, ik zeg toch je terug. Ja, als je even, kan je nog, wat bedoel je met de mens is de zwakke schakel? Nou ja, in de hele mobiliteitskwestie en in de verkeerskwestie is eigenlijk de mens altijd de zwakke schakel. In die zin, we verzinnen allerlei prachtige inrichtingen van steden en wegen. En als we ons eigenlijk allemaal aan de spelregels houden, is er niks aan het handje. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die dat niet doen. Hè. Die rijden hier, toen ik hier naartoe kwam rijden, vloog ook eentje met 80 km per uur over de cityring maar voorbij. Ja. En dat zul je altijd houden. Hè. De mens blijft, dat betreft de zwakke schakel. Voor veel mensen is de auto nog steeds een statussymbool. Ja. Dat moet ook niet vergeten, denk ik. Dus dat is één. En uit het verhaal Google, dat snap je wel. Ik zal het nu zeggen dan. Wat mij geweldig lijkt is als, en ik denk eigenlijk dat het gaat gebeuren, omdat het gemak van die optie zo ongelooflijk groot is dat iedereen ervoor zal vallen, denk ik. Ik denk dat wat een geweldige stap vooruit zou zijn, is als we zeggen, je kan met de auto de stad in, maar in de stad rij je nergens harder dan 30. In een hele grote stad, misschien zijn er plekken, wijs je nog een paar routes aan, waar je 50 kan. En